Wij zijn TV vandaag in Gramsbergen, waar 69 jaar geleden Roelof Meijlink om het leven kwam. We gaan de historische kring van Gramsbergen, de Krim, om informatie vragen. En u zult getuige zijn van de onthulling van het monument ter ere van Roelof Meijlink. Meneer Meijlink, we staan hier in Gramsbergen op de Haandrik. Wat is hier precies 69 jaar geleden gebeurd? Dus net voor de bevrijding is hier een hospitaalterrein beschoten. En daar is een oom van mij, Roelof Meijlink, dodelijk verongelukt. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Klaas Bolks en ik ben voorzitter van de historische culturele kring Gramsbergen de Krim. Namens het bestuur van deze stichting heet ik u allen van harte welkom hier bij ons in het museum. We zijn hier vanmiddag bij elkaar gekomen om een lang gekoesterde wens, verzoek van de familie Meijlink in vervulling te laten gaan. Deze wens heeft alles te maken met een tragische gebeurtenis die op 3 april 1945 op de Haandrik te Gramsbergen heeft plaatsgevonden. In het boek Stappen door de oorlogsjaren van Gramsbergen vertelde mensen die het hebben meegemaakt erover. In gedachten wil ik dan ook met u teruggaan naar deze datum, 3 april 1945, vandaag precies 69 jaar geleden. Op zijn erf Holtheme E12 staat vader Roelof Meijlink met zijn zonen Albert en Roelof. Ze zullen het ongetwijfeld met elkaar hebben gehad over de op handen zijnde bevrijding van Haandrik. De bevrijders zijn dichtbij. De mannen zijn op hun hoede, omdat het geregeld voorkomt dat de treinen die rijden op het spoortraject Gramsbergen-Koevorden worden beschoten door geallieerde vliegtuigen. De beschietingen vinden meestal plaats als de treinen de spoorbrug op de Haandrik passeren. De boerderij van Meijlink ligt dan nog vaak in het schootsveld. De mannen Meijlink zien op die dag dat er een Duitse hospitaaltrein vanaf Gramsbergen de spoorbrug nadert. Wat ze ook zien is een Engelse Spitfire, die gezien de duikvlucht die hij maakt, het heeft voorzien op het Duitse hospitaaltrein. Ze schreeuwen naar elkaar, rennen, rennen, en ze rennen naar een op het erf gelegen hooimeid. Net als ze bij de hooimeid zijn, horen ze het geratel van de mitrailleuren van het Engelse vliegtuig. Ze redden het nog om zich achter de hooimeid op de grond te werpen. De piloot van het Engelse Spitfire ziet blijkbaar dat op de trein rode kruisen staan en laat het bij dat ene mitrailleursalvo en vliegt verder. Vader Meijlink en zijn zoon Albert staan op. Zijn zoon Roelof blijft echter liggen. Hij is gedood door een verdwaalde kogel van die ene mitrailleursalvo. Door dit tragisch ongeval, dat plaatsvond 2 dagen voor de bevrijding op 5 april 1945 van Haandrik, kwam er een vroegtijdig een einde aan het leven van Roelof Meijlink. Roelof wordt door zijn familie herinnerd als een goede vent en een harde werker. Een man van de praktijk met veel technische kennis. Het bestuur van de Stichting Historisch Cultureel Kring Gramsbergen de Krim is blij dat met behulp van velen het gelukt is om vandaag, ter herinnering aan dit tragische ongeval, voor Roelof Meijlink een gedenksteen op de Haandrik te onthullen. Zoals op vele plaatsen in Nederland wordt nog jaarlijks herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog monumenten en gedenkstenen onthuld. Het is goed dat dit ook nu nog, zoveel jaren na de bevrijding, gebeurt. Het is voor een samenleving belangrijk om zich telkens opnieuw te bezinnen op het onderhoud van vrijheid en vrede. Het is daarnaast ook goed, ook voor hen die geen oorlog hebben meegemaakt, en laten we daar blij om zijn, ons blijven te realiseren dat zowel oorlog als vrede en vrijheid mensenwerk zijn. Bedankt voor uw aandacht. Met wie heb ik het genoegen? Roelof Meijlink. Hey, die naam komt me bekend voor. Volgens mij zijn we hier vandaag in verband met Roelof Meijlink. Dat klopt. Ik ben ook naar Roelof Meijlink vernoemd. Dat was de broer van mijn vader, van Berend Meijlink. Heeft u het zelf meegemaakt? Nee. Nee. Hoeveel jaar is het inmiddels geleden dat dit gebeurd is? Dit is 69 jaar geleden dat dit gebeurd is. Mensen, dan gaan we nu verder met het onthullen van de gedenksteen. Maar voor we dat gaan doen, wil ik graag eerst een gedicht voorlezen. Het is een persoonlijk gedicht, speciaal geschreven door Hans Nieboer uit Vroomshoop, voor deze bijeenkomst. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, is de titel. Opdat wij niet vergeten, dat is zeker waar, na vele jaren herleeft hier weer het verleden. Vrede en recht,
Het werd toen met de voeten getreden door een brute onderdrukker, lang geleden, al 69 jaar. Toch telt die in ene unieke mens, slachtoffer van geweld. Dat unieke leven is in één klap vernietigd, onnoemelijk wreed. Het verdriet, het gemis, iets wat je nooit meer vergeet. Die lege plaats, die ene kostbare mens, die telt. Verzetshelden worden genoemd op monumenten, zijn bekend. Elk jaar weer herdenken, staan we stil en gedenken. Ze konden door hun strijd ons weer de vrijheid schenken. Maar gedenk ook de mens die geen toekomst kent. Die onschuldig werd gedood. Hij had daar niet om gevraagd. Waarmee ook onpeilbaar leed werd aangericht. Die niet in de annalen van 1940, 1945 staat, wellicht. Maar wiens offer ook onze vrijheid schraagt. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Iets dat we zeker weten. Zijn naam is het waard dat we hier en nu gedenken. Met deze gedenksteen willen wij daaraan nu aandacht schenken. Omdat die ene unieke mens, Roelof Meilink, nooit wordt vergeten. Bedankt. Mag ik dan mevrouw Bentien Altena Meilink uitnodigen voor de onthulling? Dan wil ik nu graag een minuut stilte. U ziet de steen liggen met het boek erop. De steen is een steen die is geschonken door de familie Hazelaar. De steen heeft hier, voor zover wij weten, ook hier altijd op de Haandrik gelegen. Het heeft een speciale kleur, dat viel ons direct al op. Wij symboliseren hier als het bloed wat in de oorlog is gevallen en helaas hier ook op de Haandrik. Met de dood van Roelof Meilink. We hebben gekozen voor een plaquette erop in de vorm van een boek. Zoals je zult zien ligt het boek is opengeslagen. Er waren eigenlijk nog meer bladzijden, maar goed, soms eindigt het leven eerder. Bedankt. Dan wil ik nu graag de familie Meilink het woord geven. In mijn jonge jaren, ik denk bij alle Meilink neven en nichten, werd er thuis regelmatig gepraat over oom Roelof. Hij was omgekomen tijdens beschieting door een Engelse Spitfire op een hospitaaltrein hier bij de Haandrik. Als jong jochie realiseer je op dat moment niet zo goed wat de impact is geweest van een dergelijke gebeurtenis bij de ouders van oom Roelof en zijn broers en zussen. Naarmate je zelf ouder wordt, komt het besef als er tijdens familiebijeenkomsten over deze gebeurtenis wordt gepraat of als we foto's bekijken waar oom Roelof op stond. Wat dit voor hen heeft betekend. In 2006 komt deze gebeurtenis opnieuw naar de voorgrond als er gesprekken plaatsvinden met mevrouw Richtering Hazelaar, tante Berendien en mijn vader Berend.
Die gesprekken hebben te maken met het uitbrengen van het boek Stappen door de oorlogsjaren van Gramsbergen, wat in 2006 uitgebracht is. Namens de familie Meiling wil ik dan ook graag van deze gelegenheid gebruik maken om de Stichting Historisch Culturele Kring Gramsbergen de Krimp te bedanken voor dit belangrijke moment. Voor ons als nabestaanden is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan bij de onthulling van deze gedenksteen ter nagedachtenis aan onze broer en oom Rolf Meiling. Ja. En met wie heb ik het genoegen? Met Gerrit Wildzaar. En u? Ik ben Klaas Bolks en ik ben voorzitter van de cultuurhistorische kring Gramsbergen de Krim. En u? Ik ben Lucas Waterink, vicevoorzitter van het museum Gramsbergen. Hetzelfde wat Klaas over praat. Dus. Okay. En waarom hebben jullie dit hier vandaag georganiseerd? Nou, dat was een wens van de familie. En maar de gemeente dacht er toen de tijd wat anders over dan nu vandaag. Met elkaar bent er een beetje andere voorschriften gekomen. En met de wens van de familie, dat moeten we gewoon doen. Ja. Okay. En nou heeft u net iets uitgelegd over die steen. Wat is er zo bijzonder aan die steen? Nou, die steen, het bijzondere van die steen is, ik liep hier samen met mijn vrouw foto's te maken voor het artikel in de Groene Gramsberger over deze gebeurtenis. En we waren al druk op zoek naar een steen. En ik keek op een gegeven moment naast me en toen zag ik die steen liggen. Dus die steen die lag bij Hazelaar in de weiland. En het blijkt ook nog eens dat die steen hier ook al, ik weet niet hoe lang heeft gelegen. Dus het is een steen die komt hier uit de buurt. Dus het mooie ervan is, dat kunt u ook zien, dat we deze steen, het heeft ook de kleur rood. Dus dat symboliseert in onze ogen ook nog een keer weer het bloed wat er helaas ook op de Haandrik is gevloeid. Ja. En wat is uw betrokkenheid bij deze gebeurtenis? Ik ben gewoon algemeen bestuurslid van de historische vereniging. En vanuit het verleden, vanuit familie? Van de buurt, ik woon hier vlakbij. Aha. Dus uw familie heeft het misschien ook nog meegemaakt? Ja, mijn familie heeft het allemaal meegemaakt, ja. En het heeft geloof ik grote indruk hier op de bevolking gemaakt, klopt dat? Het heeft inderdaad heel in de bevrijding van 45 en dit gebeurde twee dagen voor de tijd door een gewoon noodlottig ongeval en zo kun je het toch zien. En dat heeft inderdaad geweldig, want toen was de bevrijding was op handen, er was van alles aan de hand en dan gebeurt zoiets ertussen, zoiets tragisch. Ja.